Voettype 1 is de platvoet. Bij een platvoet is de voetboog zodanig verzakt dat deze gedeeltelijk of geheel op de grond rust. Wanneer we de platvoet beter gaan bekijken, zijn hier verschillende aspecten te zien. De achter- en middenvoet kantelen naar binnen. Vaak gaat dit samen met een sterke spreiding van de voorvoet, ook een spreidvoet genoemd. Een platvoet vertoont tijdens het lopen ook een aantal typerende kenmerken. Er is sprake van een duidelijke kanteling naar binnen tijdens het lopen. Om die kanteling naar binnen te compenseren, zal de afwikkeling over de buitenkant van de voet verlopen. Bij een platvoet is er in de voet vaak sprake van overmatige bewegelijkheid. In veel gevallen is de beweging in het enkelgewricht beperkt. Wanneer men kijkt naar het grote teengewricht, is deze ook beperkt, soms alleen gedurende het staan. Als gevolg van een platvoet kunnen er verschillende diagnoses worden gesteld uit de aangegeven klachten. Een veel voorkomende klacht betreft een overbelasting van de peesplaat onder de voet, ofwel fasciitis of fasciosis plantaris. Hierbij is de drukpijn onder de hiel, maar soms ook in het verloop van de peesplaat naar de middenvoet. Een hielspoor is een veel gebruikte, maar onjuiste term voor een overbelasting van de peesplaat. Ook artrose in het grote teengewricht, ofwel hallux limitus of rigidus, komt vaak voor. Bij een hallux rigidus is er niet tot nauwelijks beweging in het gewricht mogelijk. Verder zien we vaak overbelasting van de kopjes van de middenvoetsbeentjes. Dit is meestal ter hoogte van de bal van de voet. Daarnaast kan er eeltvorming en of kunnen er likdorens onder de bal van de voet zichtbaar zijn. Bij constatering van één of meerdere van deze klachten is het raadzaam een consult in te plannen met een van onze podotherapeuten. Onze specialisten zoeken graag voor u de juiste oplossing door middel van een persoonlijk behandelplan.